Dit is Gerard. Een middelmatig, hoe noem je dat? Ja, middelmatig tuinkabouter op middelbare leeftijd. En ja, die heeft een vijand. Zie jij hem? We gaan hem zoeken. Dit is Antoine. En hij heeft een enorme hekel aan Gerard. En hij ligt met een schietpistool, schietijzer, op hem te loeren in zijn rug. Kijk maar. En de nietsvermoedende Gerard, dat ligt te chillen op een grasveldje. En plotseling, kom. Einde van Gerard. En Antoine lacht in zijn vuistje. En over 10 jaar zullen we Antoine weer opzoeken. Wat hij eigenlijk nog wel van deze gebeurtenis vindt.